Hartelijk welkom hier in de Miltonstraat bij de reclame van Bohemen, een verhuizer. Het is lang geleden dat we met ons project Nieuwe Vlaktestuur bezig waren. De laatste oplevering was in 2014 op de Frederik Hendriklaan. Misschien herinnert u zich dat nog. Daarna is het voor u misschien wat stilgevallen, maar voor ons is het eigenlijk doorgelopen. We hebben toen een afspraak kunnen maken over het onderhoud van die reclames. Ja, dat is uiteindelijk ook nodig. We hebben vandaag als SHI, Stichting Haags Industrieel Erfgoed, onze nieuwe app gelanceerd. En die app die gaat over Haagse historische muurreclames. Van der Heerbe is een verhuizer dus. Het begon in de Daakosterstraat rond 1895. En in de jaren 20 breidde het bedrijf zich aardig uit. En werd hier op deze locatie, die dus vanaf de Miltonstraat naar de Kemplerstraat hier achter doorloopt. De app is te vinden op Easy Travel en op Haagse historische muurreclames kom je dan de app tegen. En daarop staan 45 locaties waar muurreclames zijn, gerestaureerde en niet gerestaureerde. Dus echt door de tijd heen. Het bedrijf heeft hier na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gezeten. Toen vertrokken, heeft er van allerlei andere bedrijven hebben op het terrein gezeten. En je kan dus per locatie kan je kijken. Dan staat er een verhaal over de reclame, over het bedrijf. En dat is dan geïllustreerd met foto's, soms historische foto's, reclame van andere reclames van het bedrijf. Deze reclame is dus in de jaren 90 eigenlijk ontdekt. En toen heeft de gemeente zelf, Monumentenzorg in dat geval, gezegd van nou die gaan we op laten knappen. En zo kan je eigenlijk dwars door de stad heen, want het zijn verspreid over de hele stad. 45 locaties.